Al wekenlang topt Maya met een blessure. Maar dat weerhoudt haar er niet van om op allerlei manieren te blijven bewegen en goed af te vallen. En langzamerhand herstelt haar blessure. Vandaag, sinds weken, kan Maya eindelijk weer gaan joggen. Ondanks de regen heeft ze daar enorm veel zin in. Ja, maar dit tempo, dit is prima. En hardlopen is echt zo leuk. Dat hoeft niet helemaal niet. Maar daar laat Maya het niet bij. Een paar dagen later gaat ze samen met voedingsdeskundige Anja op pad om winkelend publiek wat confronterende vragen te stellen. De vraag is, dit is een ons pepernoten. Hoeveel boterhammen denk je dat deze ons is? Is dat 1, 2, 2 sneden? 2 boterhammen? 4. 3 boterhammen. 1 zo'n ons pepernoot is gelijk aan 7 boterhammen. 7 boterhammen, veel hè? Alle 7. Voor ons? Ja. Mag ze alleen pakken nog hoor? Nee, dat doe ik dan niet. Hoe die eet ik zo in 5 minuten op? Ja, nou, 10 seconden. 10 seconden misschien wel, als je niet nadenkt. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boterhammen. Heel deze stapel is gelijk aan 100 gram pepernoten. De tip die wij je willen meegeven, koop ze nog niet, maar doe dat pas 5 december. Ja. En te midden van de pepernoten is daar ook Frans Bauer. Nou, wij zijn van Operatie NL Fit. Kennen jullie Operatie NL Fit? Wij willen mensen op de hoogte brengen dat wat nou een onsje pepernoten zijn. Ken je deze? En dan ga je allemaal uitleggen en iedereen krijgt straks horen hoeveel kilo je dan hebt aangekomen. Maar we hebben voor jou iets leuks meegenomen. Oké. Okay. Ja. We hebben voor jou een t-shirtje. Het is maat M. Ja, heel precies. Ja. We waren heel positief. Nee, we waren heel positief. Hey, XXL. Ja. En een springtaal. Ja. Ook even een springen jullie. Ja, dat doen we. Ja, heel graag. Als je mij niet ziet, we weten dat beter. Laat mij niet zo staan. En van Frans Bauer naar de weegzaal. Jij straalt helemaal. Ja, klopt. 114,2 woog je vorige week. Ja. Zullen we eens gaan kijken hoe het nu is? Graag. Dat moet dan wel goed zijn, toch? Ik denk het wel, ja. Ik hoop het wel. Maar je weegt nu 112,7 kilo. 1,5 kilo afgevallen. Kijk. Oh ja, daar ben ik heel blij mee. Ja? Ja. Het is heel duidelijk dat je heel veel aan het afvallen bent. Wat gebeurt er met je als je nu naar je lichaam kijkt? Ik heb een hele lange spiegel in mijn kamer. En normaal rende ik daar heel snel voorbij. Maar nu stop ik voor de spiegel. En dan kijk ik in het beeld en denk ik, nou, oké. Dat gaat echt de goede kant op. Dat ik in de spiegel kijk en dan denk ik, nou, ik mag er echt zijn. Zaterdag 19 oktober organiseren ik en de andere aanvoerders een loop in Wezep. We gaan 5 kilometer lopen en we verzamelen om 10 uur 's ochtends bij een hele leuke sportschool op de Heidepad 71. 5 kilometer lopen. Als je het aan kan, gaan we ook stukjes joggen en wij helpen je natuurlijk.